MMA DNA staat hier met Lorena Klein. Lorena, ja, je eerste partij gewonnen. Hoe voel je je? Goed. Ja, ik voel me heel goed. En blij, tevreden. Ja. Je bent ook echt emotioneel na de partij. Hoe kwam dat? Ik heb hier zo hard voor getraind en ik heb best een zware periode achter de rug, weet je. En ik heb dit gewoon zo verdiend. Ja, ik heb het echt verdiend. En daar kwamen er een beetje tranen, ja. Nou, alleen je opkomst verdient volgens mij al een wereldtitel. Had je dat al van tevoren bedacht dat je dat zo ging doen? Nou, ik kom al best wel lang zo op. En ik kan niet meer anders opkomen, geloof ik. Dat kan gewoon niet meer, nee. Want je gaf in de ring ook na het gevecht aan van, ik deed eigenlijk wat rustiger dan normaal. Hoe moet ik me dat normaal voorstellen dan? En mijn opkomst bedoel je? Ja. Nee, mijn opkomst was niet rustiger dan normaal. Ja. Ik heb zelfs mijn opkomstnummer veranderd naar echt goede hardcore. Want dat ben ik gewoon, weet je. Thuis luister ik is heel gek, maar thuis luister ik soul, blues, weet je. Echt heel oldschool muziek. Maar als ik train, dan is het hardcore. En als ik vecht bij mijn opkomst, ja, is het hardcore. Ja. Gewoon gaan. Ja. Dat zorgt ervoor dat je in de juiste mindset komt dus. Ja, gewoon agressie. Hey, even naar de partij. Ja, het was gewoon een goede beukpartij. Je kwam met verrassende techniek af en toe. Heeft zij jou verrast nog op bepaalde momenten? Nee. Had je al snel in de gaten van deze heb ik in de pocket? Nee, niet helemaal. Nee, weet je, ik ga best wel eerlijk zijn erover. Dat is ook wat ik net zei. Ik heb best een zware periode achter de rug. Dus ik startte de partij in mijn hoofd best wel onzeker. En ik groeide, in de partij groeide ik. Wat ik ook zei, weet je, na die derde ronde mocht er een vierde ronde. Was er een vierde ronde gekomen dan? Ja, ik was op dreef. Ik was echt met seconden was ik aan het groeien. Ik luister goed naar mijn hoek. Dus ik ben echt tevreden. Ja. De eerste partij nu winnend afgesloten voor Glory. We kunnen je waarschijnlijk gewoon weer in de Glory ring gaan verwachten dit jaar misschien nog wel, of niet? Ik hoop het. Ja, weet je, zoals ik het nu heb gezien, ik krijg echt heel veel goede reacties. Mijn opkomst, inderdaad, het stukje show in de ring ook, gewoon agressie vooruit. Dus ja, ik ga er eigenlijk vanuit dat ik wel nog een partij krijg, ja. En als het aan jou ligt, wanneer zou je dan weer willen vechten? Morgen. Ja hoor. Ja, nee, ik heb geen blessures, dus voor mijn part vecht ik volgende week. Nou, wellicht dan tot volgende maand in Antwerpen. Doos, dankjewel.